Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 februari 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Ik hoop dat er naar aanleiding van de ochtenduitzending vanmiddag nog mensen naar het ISS geluisterd hebben. Aan het eind van deze uitzending is er morsen en daarna twee korte SSTV-plaatjes. Binnenkort wil ik trouwens wat proefjes gaan doen met WinDRM, zowel met het versturen van data als van korte stukjes audio als dat lukt. Het programma voor WinDRM, niet te verwarren met DMR, kun je downloaden op n1su.com/WinDRM. Dus november 1, sierrauniform.com/WinDRM. Ik zal het linkje ook op pnlete.nl zetten later op de avond. Vanmiddag ongeveer 20 over 3 vond een tweede gesprek van astronaut Tim Peake plaats met een school in de UK. Ik kan er niet veel meer over zeggen dan dat het de Oasis Academy in Brightstow was. Ik ben benieuwd of er inderdaad nog mensen geluisterd hebben. Misschien kun je ervaringen na de uitzending even melden. Het lijkt trouwens deze maand wel de maand van de nieuwe podcasts over onze hobby. In de eerste week van februari begon K5CLM met zijn Everything Ham Radio podcast. Met name over digitale modus, zoals P25, Fusion, DMR, D-Star, maar ook over Packet. Een andere podcast is Ham Talk Live van Neil Rapp, Whiskey Bravo 9, Victor Papa Golf. Deze is vandaag te water gelaten. Dit is de podcast die hoort bij een online live call-in show. Aflevering 1 is een show met Dr. Scott Wright, K0MD, over de expedities en contesten. In het blog van SW Elding is een artikel te vinden over 10 meterbakens. Een uitgebreid artikel met daarin waar de bakens handig voor zijn, waarmee je ze kunt beluisteren met een luxe scanner, een FNG7 of een DVB-T-stick. En er wordt ook verwezen naar een bakenlijst waar het ene 10 meterbaken in Nederland dus ook in blijkt te staan op www.swling.com dus. Drie Engelse bakens op 5 MHz staan momenteel ter discussie. Alle werken ze op 5290, GB3 RAL, GB3 WES en GB3 ORK. De bakens zijn toen de band in het VK legaal werd opgezet om gedurende de complete zonnevlekkencyclus propagatiegegevens te verzamelen. Aan dat doel hebben de bakens inmiddels beantwoord. Doordat de drie bakens alle geplaagd worden door technische problemen en of met hun locatie, wordt momenteel bekeken of voortbestaan van de bakens wenselijk is. Je zou kunnen beargumenteren dat dat zo is nu de band in veel meer landen toegestaan wordt. Op het forum van de RSGB kun je hierover je mening geven. Gedurende het bestaan van de bakens zijn er ongeveer 1,5 miljoen rapporten opgeslagen. Ik neem aan dat dat automatisch is gebeurd. De vergunningen voor de bakens lopen in 2017 af. Ja, en vanavond op PI3 UTR dus de lange uitzending van de Daily Minutes vanaf 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.